Moet regelmatig grondverven. Ik lever mijn hout altijd in de grondverf af. Of vernissen, als het nodig is. Maar zo'n bus, die wordt vies. En dan krijg je die bus na een paar keer krijg je hem niet meer goed dicht. En waar zit dat nou in? Dat zit, dus hier blijft al die verf aan zitten aan dat deksel. En dan zou je hem kunnen schoonmaken. Maar dat is een vies karweitje natuurlijk. Kom je helemaal onder te zitten. Maar het is niet het probleem dat het hier zit. Het probleem is dat die rand van die bus vies wordt als je gaat verven. Je hebt je kwast in en uit en dan die rand, dan veeg je nog wel eens wat. Dus die verf blijft hier zitten. Terwijl als je nu opent, dan lijkt het net of het allemaal op die andere kant zit, op die deksel. Maar het is de rand, als je het gaat sluiten, die moet je schoonmaken met een papiertje of met een oud doekje. Dus hier zit een gleufje en daar zit die verf in. Dus kijk, als ik dit nou zo doe, zit er allemaal van die verf in. Het is niet zozeer de binnenkant, dan wel het gleufje wat schoongehouden moet worden. Als je hem... Wat ik nu doe, moet je het ook niet doen. Want dan krijg je de harde stukjes in je verf. Dus dat moet je dan ergens anders op smeren. Dus met grondverf vind ik dat niet zo erg, maar als je aflak hebt, moet je dat natuurlijk niet weer erin gaan zitten smeren. Dat is een beetje slordig voor mij.